klantenservice is steeds vaker de onderscheidende factor voor bedrijven. OB4ONE speelt hierop in met slimme oplossingen op het gebied van customer engagement en chatbots. Steeds meer klanten hebben contact met bedrijven via digitale kanalen. Maar hoe zorg je nou voor het beste klantencontact? Het klopt dat consumenten steeds vaker contact hebben met bedrijven via digitale kanalen. Denk aan Facebook Messenger en LiveChat. Het is van belang dat je medewerkers vanuit één oplossing al die kanalen kunnen afhandelen en een inzicht hebben over alle communicatie met de consument. En voor wat voor type organisaties kan deze oplossing handig zijn? Het mooie is dat alle organisaties contact hebben met consumenten of met klanten. En het is dus van belang voor alle industrieën. We hebben klanten zoals gemeenten, maar daarnaast ook bijvoorbeeld bedrijven die in het openbaar vervoer of e-commerce werken. We zien steeds meer chatbots in de markt. Waarom zou je deze als bedrijf moeten inzetten? Bedrijven hebben steeds meer communicatie met consumenten. Het volume neemt toe. En als bedrijf wil je ervoor zorgen dat je consumenten en je klanten zeg maar, goed geholpen worden. Chatbots zet je in om die processen efficiënter te maken. En ervoor te zorgen dat klanten sneller antwoord krijgen, maar ook de juiste antwoorden krijgen. En hoe werkt het dan precies? Wat je doet is je gebruikt eigenlijk de gesprekken die jouw medewerkers in het verleden hebben gehad met consumenten. Gebruik je om zo'n chatbot te leren welke antwoorden die moet geven. Ze noemen dat ook wel artificial intelligence die daarvoor wordt ingezet. En op welke platformen kan zo'n chatbot worden ingezet? Ja, dat is het mooie van chatbots. Veel mensen denken dat dat alleen maar live chat is, maar je kan hem ook inzetten op communicatie, op bijvoorbeeld WhatsApp en Facebook Messenger. Dus het is eigenlijk gewoon je digitale communicatiekanalen. Dus er zit eigenlijk helemaal niet meer een echt iemand terug te appen, maar het is dus een chatbot. Het begint vaak met een chatbot en soms kan die het hele verhaal in één keer met je afhandelen. Maar komt die er niet meer uit, wat ook kan gebeuren, dan gaat er nog steeds gewoon een echte medewerker door met het verhaal. Mijn ondernemerstip is, maak keuzes, ga er echt 100% voor, maar wees niet bang om terug te komen op de keuze die je hebt gemaakt.